20 medewerkers en cliënten van Thuiszorg Groningen mochten gisteren de eerste wedstrijd van FC Groningen tegen Ajax bijwonen. Thuiszorg is dit seizoen sponsor van de plaatselijke voetbalclub. Ze hopen hiermee meer naamsbekendheid te krijgen. Vorig jaar ging de Thuiszorg nog bijna failliet en nu is het bedrijf alweer begonnen met sponsoring. De Socialistische Partij vindt dit vreemd en wil over deze kwestie Kamervragen stellen. De SP vraagt de minister om een verbod. Als je bedenkt dat het vorige organisatie, Mevita, de moederorganisatie, bijna over de kop ging, dan vraag ik me af of je op deze manier een goed imago aan het opbouwen bent. Als het eerste wat je doet is het sponsoren van een voetbalclub, dan lijkt het een beetje op alsof je op oude voet verder leeft. Thuiszorg Groningen weigerde OogTV te woord te staan. Eerder zei directeur Kramp al tegen RTV Noord dat dit geld voor de sponsoring uit een ander potje komt en er geen cent minder aan zorg besteed zal worden. De SP vindt deze redenering nogal vreemd. Volgens mij moet geld dat bedoeld is voor zorg gewoon uitgegeven worden aan zorg en niet aan de sponsoring van voetbalclubs. Nu was een reactie van de thuiszorg dat dit geld sowieso qua budget al niet bedoeld was voor de zorg. Ja, we moeten luisteren, al het geld wat een thuiszorgorganisatie krijgt is gewoon bedoeld voor de zorg en niet voor sponsoring van voetbalclubs.